Ons werk is heel variërend, omdat we verschillende projecten hebben. Zo heb ik vandaag een bruin papiersessie met hulpverleners in een jeugdzorginstelling om het intakeproces efficiënter in te richten, zodat cliënten minder lang hoeven te wachten voordat ze in zorg kunnen komen. En heb ik morgen een afspraak met een bestuurder en een directeur in een GGZ-instelling hoe zij hun managers aan kunnen sturen om de bedbezetting in de klinieken te verhogen. Hierdoor kan ik schakelen op verschillende niveaus, maar heb ik wel een positieve impact op het waardevolle werk in de zorg.